Goedenavond en welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondagavond. Ik begin vandaag even de vlog. We hebben net de andere week vlog afgesloten. Maar het leven gaat natuurlijk gewoon door, ook op zondagavond. Ik heb aan jullie Romeo al voorgesteld een paar weken geleden. Ponytje wat we hier hebben voor de verkoop. Die heeft Merwin nu een tijdje gereden. En dat gaat hartstikke goed. Dus we denken dat het tijd is voor hem voor een nieuw baasje. Ik ga nu samen met Merwin een filmpje maken. Of althans, Merwin gaat rijden. Ik ga een filmpje maken en dan ga ik het in elkaar knutselen en dan gaan we op zoek naar een nieuw baasje voor hem. Dus ik denk, ah, misschien toch ook wel leuk om even te laten zien. Daar rijdt ze. Knap pony. Nou, het filmen ging hartstikke goed. Het is alweer laat. Ik ga Cas even toedekken. Hij had zijn deken gewoon opgehouden vannacht. Super knap. Het was voor haar de eerste keer dat ze een verkoopfilmpje maakte. Dus ze moest wel even een paar keer iets opnieuw doen. Want ja, het is natuurlijk best even anders. Want je wil natuurlijk eigenlijk dat het op zijn allermooiste is. Maar ja, je moet ook niet stoppen met rijden. Dus het was, dan was die super mooi voor elkaar. En dan ging ik filmen en dan stopte ze een beetje met rijden. Ja, dat is natuurlijk zonde, want hij kan dan veel beter. Ik had hem ook even een weekje niet gezien. Ik ga je even toedekken. Ik kan praten en rijden tegelijk. En ja, echt een superleuke pony. En super knap hoe ze voor elkaar heeft. Weer. Goedemiddag, morgen, middag. Het is net middag. Ik heb met Cas gereden en dat ging me toch een partijtje goed. Ja, ik ben helemaal weer, ik ben helemaal uit de put. Zijn bond gaat ook echt super goed. Maar hij voelt ook gewoon echt alsof hij gewoon lekker in zijn vel zit, nergens last van heeft en gewoon wil. Hij krijgt nu ook al een tijdje die oerbalans van Ecostel. Hij had altijd bultjes en dingetjes. Die zijn eigenlijk ook bijna allemaal weg. En anders had hij dat heel erg jeuk. Nou, als ze nu zijn deken aftrekt, dan heeft hij ook geen jeuk. En ik denk ook dat die bukasdeken echt top is. Want ik zie ook helemaal geen bijtplek of zo dat hij probeert om hem af te trekken. Of iets dergelijks. Goede woensdagmiddag. Ik wil even wat met jullie delen. Het was eigenlijk niet de bedoeling om vandaag heel druk te filmen. Want er gebeurt vandaag niet heel veel bijzonders. Maar ik dacht eigenlijk dat deze week van de video ook in het teken zou staan van de verkoop van Romeo. Of in ieder geval hoe we daar dat zouden doen. Maar dat is allemaal heel snel gegaan. Ik heb de advertentie online gezet maandag eind van de dag. En er kwam dinsdagavond iemand kijken en zij belt net op dat ze hem wil hebben. Of dat ze hem, nou ja, dat ze hem gaat kopen. Dus ja, super snel gegaan. Hartstikke leuk. Hij is nog 2 dagjes nu hier. En dan gaat hij vrijdag weg, wordt hij gekeurd. Nou ja, ik neem aan dat het allemaal goed is. En dan gaat hij naar zijn nieuwe baasje. Dus ja, dat is super snel gegaan. Soms gaat dat zo en soms duurt het wat langer. Of soms duurt het even heel lang. Maar dit was heel snel. Ik sta Cas te poetsen ondertussen. Ik ga Cas even longeren. Ik had dinsdag zeg maar voor het eerst weer echt wat langer gereden. En ik vond het best wel spannend om dan even te kijken hoe zijn been het zou houden. Hij mag nu van de dierenarts eigenlijk weer alles doen. Ik heb ook een wedstrijd ingeschreven. Maar wel om, hij mag niet 2 dagen achter elkaar rijden. Of nou ja, als het echt een keer niet uitkomt. Maar nou, niet. Voor nu nog even niet te veel. Maar zijn been was echt super mooi dun. Ik ga het zo even aan jullie laten zien. Dus eigenlijk zou vandaag de dag zijn om te rijden. Maar ik rij eigenlijk liever morgen. Want ik heb morgen gewoon even wat meer tijd. En zaterdag ook. Dus dan doe ik hem vandaag even aan de longeerlijn. Oh, Kasi! Lekker beetje. Kijk, dit is Cas' wond nu. Gaat echt. Nou, die is gewoon zo goed als dicht en weg. Dus heel blij mee. En dit is nu zijn been. Hij is natuurlijk nog wel geschoren van de dierenarts. Maar kijk even hoe mooi dun. Wat een prachtige pootjes heb je, Cas. Hij is ook helemaal niet warm of whatever. Ja, ik is blij. Het is ondertussen woensdagmiddag. Ik ben met Jill aan het lopen naar stal. Waarom ga ik naar stal? Ik ga met Just vandaag weer naar de dierenarts toe. Een week of 4 geleden is zij behandeld voor een schieffel op haar linkerachterbeen. En daar hebben we vandaag controle voor. Dus we lopen eerst met Jill naar stal en gaan we Just vangen. Just is er klaar voor, geheel in haar mooie Bukas outfit. Let's go! Aijus! Hij is zo braaf, hè?
onze buren hebben dus nieuwe kippen. Maar de nieuwe kippen vinden het erg leuk bij ons op stal. En vooral in de stallen van de paarden. Kast is helemaal geobsedeerd door de kippen. Oh, die gaat dus achter de kippen aan. Oh, interesse verloren. Logeren ging hartstikke goed. Ik had een heel klein stukje gefilmd, want ze zijn het dak van de stapmolen zijn ze mee bezig. Ze zijn best wel aan het herrie maken met dat, ik weet niet hoe je het noemt, ik ga het ook niet zeggen, want ik zal vast iets verkeerd zeggen. En met dat vast tekkeren of zo, zeg ik dat goed. En met het slijpen van stukjes eraf, maar hij gaf er echt helemaal niks om. Ik heb hem dan nu gelongeerd, gewoon op zichzelf. Ik doe dan wel even een hoofdstelletje, omdat het natuurlijk in de buitenbak zitten. En dan gaat het vooral om dat hij lekker zijn eigen balans kan zoeken en om conditie op te bouwen. Dus wel lekker wat langere stukken galopperen om zijn hartslag omhoog te krijgen, om die conditie op te bouwen. Ik zei net al heel eventjes, we hebben een wedstrijd ingeschreven en volgende week gaan we voor het eerst weer op les. Ik vind het echt super leuk om ook weer te laten zien met Cas hoe het gaat en weer op wedstrijd te gaan en weer te lessen en zelf weer, ja, daar helemaal mee bezig te gaan. Ik krijg er helemaal super energie van. Ik ga verder met de andere paardjes en de meiden die willen even rijden. Jolie is met een vriendinnetje, maar ja, ze moeten in de buitenbak. Dus dat is even spannend, even kijken hoe de chefjes erop reageren. Gaan we springen? Ja. Nou, ga maar. Deze keer wel, boy. Oeh, nou ja, bijna. Kom maar, gaan we weer. Nog een keer. Voor je kijken. Hou hem aan de kant, hè? Hop, hop, hop. Nou, dat is wel fijn dat we hier even in. Ja, daar komen. Ja! Echt lekker, hè? Ben je aan het doen, Jolie? Een hartje maken. Lekker! Ik weet niet. En anders is die net zoals Maxi. Maxi durft niks meer. Echt niet? Ik durf zelfs niet over de zweep heen. Nou. Maar Maxi is echt een kalme poeper. Het is nu tijd om spelletjes te spelen. En ik doe mee. Het eerste spel is over twee balkjes heen lopen. Ik laat me verrassen door de geest van de kinderen. Kom maar. Het doet geen pijn. We gaan er overheen. Nee. Kom maar, neem hem maar mee. Kom maar. Ja, de volgende keer. Ik wacht even tot Kastje eroverheen gaat. Dus ik moet de overkant geven. Goed zo. Oh, bijna. We hebben één punt. We gaan er overheen. Oh, jij hebt twee punten. Ja. Kastje, je hebt een nieuwe liefde. Nee, toch niet? Een nieuwe liefde. Maar het is weer woensdagavond, dus dat betekent lesgeven met de leukste dames en heren die er zijn op woensdagavond. Hey! Goed zo. En let goed op, Sarah, als je been geeft dat je ook reactie krijgt. Liever dat je dan even een paar passen echt niet eraf verruimt en dan weer opvangt, als elke pas been geven eigenlijk zonder resultaat, hè? Goed zo, opvangen in je zit, zo ja. Ja, en als je dat dan, Sarah, ook nog een beetje doet op de volt en om je binnenbeen, dan heb je het eigenlijk voor elkaar, hè? Goed zo, Max. En je bent constant je achterbeen aan het schakelen. Hou die neus naar rechts. Rij maar rechtuit naar de C, Nina. Rij maar rechtuit naar de C, ja? Linker, doe je linkerbeen eens verder naar achter. Zo, ja? Doe je linkerbeen eens naar achter en geef eens een schoppie. Kom. Ja, draai maar de volte naar rechts, Nina. Ja, goed zo. Ja, doorrijden. Dan ga je een schuine lijn rijden, Nina, van de M naar de A. Maar de hele weg zit jouw linkerbeen achter, je rechterbeen goed naar voren. Je houdt die neus een beetje naar rechts. Van waar naar de A? Van de M. Van de M naar de A. Houd die neus naar rechts. Rechterbeen naar voren, linkerbeen naar achter.
Ja, goed zo. Linkerbeen naar achter. Goed zo. En dan ga je van de K naar de C, Nina. Zo, laat de Elze niet te veel naar de hoefslag toe vallen. Ja, goed zo. Goed zo. Daar. Het is nu woensdagavond. Ik heb daarnet mijn les en zo gegeven. Ik ben met Just vanmiddag naar de dierenarts geweest. Ze hebben eerst haar een paar keer laten draven en daarna foto's van haar schieffel gemaakt. Daarop is eigenlijk uitgekomen dat de schieffel... Nou ja, gelukkig zit de schieffel wel op de goede plek. Dus hij kan geen pees of iets raken, maar hij is wel nog heel erg gevoelig. De eerste keer is ze ervoor behandeld en is hij ingespoten met een bepaald middel. Maar daar ben ik even de naam van kwijt. En nu zagen ze dat hij niet nog een keer behandeld hoefde te worden. Wat is dan nu, zeg maar, de plan van aanpak? Ze mag niet te wild doen onder het rijden. Dus ze mag even alleen los nadat ze gewerkt heeft. Dus dat ze niet in de paddock wild gaat doen. Ze moet s'nachts eventjes, dat heb ik in een paar video's geleden. Ik heb het er nu alvast ingepakt, kunnen we het ook even zien. Zien we die? Ja. Ze moet s'nachts de stalbeschermers om. Overdag mag ze dan zonder. En met rijden moet ik ook zorgen dat de achterbenen goed ingepakt zitten. Om echt zoveel mogelijk te voorkomen dat ze niet met haar andere been de schieffel weer aantikt. Want dan kan het alleen maar groter worden. We hebben voor de zekerheid ook de ijzers even van de achterhoeven afgehaald. Dat mocht ze zichzelf toch aantikken, dat het dan minder heftig is. Dus we mogen wel rijden, maar eigenlijk een beetje op een laag pitje. Dus niet te voorwaarts en niet te veel zijgangen. We mogen wel zijgangen rijden, maar dan niet te schuin. Dus dat ze niet toch per ongeluk dat been aan kan tikken. Just en tijdens het rijden rustig aan doen, dat kent ze niet zo heel goed. Dus ik doe haar dan heel veel werk aan de hand. En dan dat eigenlijk een beetje afwisselen werken aan de hand. En dan erop en misschien 2 dagjes werken aan de hand. Zodat ik haar wel in de spieren goed blijf trainen. En we kunnen nu ook draven aan de hand. Dus, ga je lekker? Dus dan kan ik natuurlijk wel ook gewoon daar nog een beetje conditie mee pakken. En heel veel overgangen van stap naar draf en halt en draf en achterwaarts en draf. Dan kunnen we ook goed de achterhand blijven trainen. We hebben spul meegekregen om erop te smeren. 1 keer per dag even goed koelen en veel ingepakt houden. Dus echt haar been goed beschermen dat ze het niet nog een keertje aantikt. Ik ga Just lekker op stal zetten en dan zitten we woensdag toch op. Tot morgen. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ik zit lekker even met mijn alweer lege kopje thee onder een kleedje even wakker te worden. Ik ga zo de meisjes wakker maken en dan ga ik Jolie naar school brengen. En dan ga ik gauw naar stal, want Romeo wordt vanmorgen opgehaald. Hi vriend. Doei. Goedemorgen. Het is zondagochtend en ik ga mijn grote vriend rijden. Ik ga hem nu even in de stapmodus zetten. Ik kan eens losstappen. Ga ik ondertussen een lesje doen. En gaan Daan weer iets leuks doen vandaag. Oh kijk nou, ik match helemaal bij die auto. Ik zei net al, we gaan iets heel leuks doen. Ik zit met Daan nu in de auto. Echt, ik probeer nu al 26 keer iets te zeggen. En de hele tijd begint de navigatie te tetteren. Nou, Daan vindt een leuk grapje. Vertel hem nog even een keer. We gaan naar een heel koud land. We gaan naar een heel vriezerig land. We zijn onderweg naar Friesland. We zijn onderweg naar Perry, a.k.a. Pirelli. Pirelli is ons veuletje. We zijn met de trailer onderweg. En in de trailer staat Jimmy. Want we gaan Perry ophalen. Perry komt een weekje naar stal. En dan gaat hij naar het opvokbedrijf. Rijstrook om de afrit A6 te nemen. Daar ben ik al! We gaan Perry nu ophalen. En dan gaan we volgend weekend gaan we naar het opvokbedrijf. Met de magie zo. Deze enorm lange rit hebben we wel iets heel leuks te doen. Want ons broertje rugbiet. En dat wordt nu uitgezonden op YouTube. Er mag natuurlijk geen publiek bij zijn. Dus de wedstrijd wordt nu uitgezonden op YouTube. Dus tijdens deze reis zitten we hem te volgen. En hij staat 38-5 voor. Geen idee wat inhoudt. Maar ik heb het idee dat het goed, dat het goed is. En hij is nu ook elke keer in beeld. Dus dat is wel leuk. Hij is nummer 7. En hij is dus... Hij loopt daar nu dus. Ja, daar. Daan moet heel nodig plassen.
Dus die gaat ons verlaten. We zijn aangekomen. Ik ga eerst even kijken hoe het met Jimmy gaat. En ik ben heel benieuwd om Perry weer te zien. Voor wie Jimmy niet kent, Jimmy is een van onze manegeponies. En hij is echt super lief geweest tijdens de reis. We nemen Jimmy vaker mee als we jonge paarden op gaan halen. Dus nou, dat weten we natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje. Hallo! Vind je het hier nu kouder dan bij ons? Ja, wel. Vind je het wel toch wel kouder? Vind je het toch wel een beetje vriezerig? In Friesland is het soms ook vriezerig. Oh, kijk eens, wat een schattige neusjes. Perry, moet je kijken hoe groot hij is. Mag ik ook zien? Jeetje. Mag ik ook Hallo, zien, Hallo vriend. Mama? We hebben ondertussen alweer iets te lang zitten kletsen. We gaan nu Perry op het trailer zetten. En dan gaan we Jimmy er weer naast zetten. Dat is natuurlijk wel even met het veulentje. Kan ik niet met de camera in mijn hand gaan lopen. Dus dat ga ik niet doen. Joey gaat nu even nutter. De hengst van Jitske poetsen. Dat wil ze graag aan jullie laten zien. Weet je, trouwens, ik wil jullie even iets anders zien. Kijk, hier hebben we een rog. Maar dat is handig. Kijk, dan zie je al die rochtingen. Maar als ik aan de andere kant doe, dan is dit een massage voor de paarden. Dus ik ga nu deze kant geven.